zou voor het eerst weer een echte race worden, waarvoor in volle zee door productschapsvoorzitter Langstraat het startschot zou worden gegeven. Kotters en trollers die normaliter uit de Muiden vertrokken zouden zijn, zakten eerst af naar Scheveningen om in het zicht van de Scheveningse haven de haringrace aan te vangen. Het idee was veelbelovend. De volgende dagen zou evenwel snel blijken dat het professionele métier niet alleen het wielercircus in zijn greep heeft. Ook voor het winnen van de haringrace werden alle registers opengetrokken. Of liever gezegd, netten gingen voor het vastgestelde uur overboord. Niet tot ieders tevredenheid en aanleiding voor het productschap om in te grijpen en schepen die zich niet aan de regels hadden gehouden te disqualificeren. De haringvloot gooide zijn netten uit, maar lang niet elk schip was even gelukkig. De Urk 39 van Jannes Romkes moest een beroep doen op de technici van de hoop en in volle zee werd een onderdeel ter reparatie meegegeven. Werktuigkundige van de hoop de laatste hand legde aan het te repareren motortje, lag de Scheveningen 24 Zeeland van rederij Jackson al op de thuisstoom.